Goedemiddag allemaal. Wat betreft de lettering, hè? Ik had u dat in het kort uitgelegd, maar nu wil ik u dat eens laten zien. Dus u neemt een vetpotlood, een 2B, en dat mag een goed dik zijn gelijk deze, of een dun, het speelt geen rol, als het maar een goed vettig, want dat mag zelfs B5 ook zijn. Hoe vettiger u het maakt, hoe beter u uw afdruk zult zien om over te nemen. Maar ik zit nu juist neer de matjes, omdat ja, mijn bureau is nu ook niet zo groot. Dus wat doet u dan? Dan legt u die vet bedrukte kant op uw boekje. En dan pakt u uw papieren. Ik ga een klein beetje overgaan als dat nog gaat. En dan ga ik erop zitten met deze stift. Thank you. Dus u drukt goed hard, want dat papier, dat kalkpapier, kan dat wel verdragen, dat je er een beetje op drukt. He? En dan hebt u, als u kaartjes maakt, ik ben nu in een kladschriftje aan het werken, maar als u uw kaartjes maakt, hebt u dan direct een mooie tekst om te zeggen, hè, ik dank u, I thank you. En zo staan er hier heel veel spreukjes op. Dat u dus allemaal kunt toepassen wat voor u op die moment van toepassing is. En als ik het goed gedaan heb, zou het er, ziet u, opstaan. En dat is dan nog maar het begin. En dan pakt u een zwarte kalligrafiestift met een klein beetje een sisselpuntje. Ziet u? Maar niet van die brede, hè? Gewoon smalle. En dan gaat u terug over uw woord. En dat het dan wat groter wordt, dat kan geen kwaad. Maar dat is dus een heel goede, goedkope manier om dus spreuken, en je kunt dat eventueel ook nog met een tekening doen, hè, met een bloem die u hier aan ziet staan. Dat is echt, ja, ik kan dat niet moeilijk natekenen, maar dan is dat, u kunt dus alles op papier krijgen volgens deze methode. En als u dan wat meer tijd hebt, dan doet u eer uw blad. En dan bent u zeker dat het er altijd op staat. Maar ik heb gisteren nog een vetterpotlood gebruikt, geloof ik. Ziet het? Een 5B of een 6B? Wat is dat nu? Een 6B. Dus hoe vetter uw potlood is, hoe beter dat u ziet. Dat is toch prachtig overgenomen.
hoe beter het u dus zal lukken om even wat. En ook, u hebt het voordeel als u met overzetpapier gaat werken, hebt u heel veel kans dat u zwarte vegen krijgt. En dat hebt u met deze methode dus niet. He? Dus ja, en dan had ik u nog een kleine tip te laten zien al over het doodling. Dat is dus ook maar een lesboekje. He? En daar heb ik gisteren dus de brikken mee gedaan, de stenen. En nu ga ik deze met de bruine pen inkleuren. En dan deze nog met de rode pen. Een kwestie van zo eens te zien wat het beste is. En dan kunt u dat eventueel ook op deze manier op die doodelingkaartjes. Ik heb ze nu niet direct bij mij. Om te laten zien hoe het, maar dat zijn gewoon vierkante kaartjes. Wit. En daarachter staat daarop doodeling. Omdat dat dan ja, van de fabrikant direct komt. Die schrijft daar dan doodeling op en zo. En ja, dat zijn, die zijn ook een beetje dikker. Zo voor op te werken. En dan kunt u op dezelfde manier dus overcalculeren. Kunt u dat overcalculeren op zo'n mooi kaartje. En dat is dan ook mooi om eens weg te schenken. En hier staan dus, ja, zegt u nu, nee, deze niet. En je kunt ook twee technieken bijeen gebruiken. Dus bijvoorbeeld de stenen en dan de deze, zal ik maar zeggen. En dan doet u dat tot u de kaartje. Ik geloof dat ze 15 op 15 zijn. Of iets kleiner. Dan moet ik u nu schuldig blijven. Maar dan kunt u dat dus mooi over. Of als u zeker genoeg bent van uw eigen, doet u het direct. Dan hebt u nog altijd een mooier effect. Maar als u zegt nee, ik twijfel een beetje, dan kunt u dat dus op die manier ook overcalculeren. Dus ja, dat waren elke tip en tricks. En ik wens u verder nog een goede middag. Duim op. Dag.